avond, dames en heren. Wij zijn vandaag aanwezig bij... KOG Staatsgeheim. Ja. Ik ben namelijk 3 jaar voorzitter hier in Staatsgeheim. Ja. En mijn naam is Reginald Herpoel. Zou je kort de geschiedenis van deze club kunnen schetsen, alstublieft? De geschiedenis is heel mooi van de club. Die bestaat geruime tijd, zeer geruime tijd. Het is KOG, dat is koninklijke. Dus laten we zeggen dat die mensen dat lang goed doen. Maar het juiste datum of de juiste datum kan ik u niet meegeven. Oké, okay, het ontstaan natuurlijk. Ja, ja. Dus het ontstaan. Dus dat we zeggen, heeft een grote geschiedenis. Een grote geschiedenis, ja. Oké. Wat zijn uw korte en lange termijn doelstellingen? Wel kijk, ik zie het namelijk zo. Dus ik heb ervoor gekozen voor de onderbouw van de ploeg uit te breiden. Mm-hmm. En natuurlijk zoveel mogelijk beweging te houden in de jeugdorganisatie. Natuurlijk, de eerste ploeg is een uitgangsbord, maar is voor mij niet alles. Dus ik bedoel daarmee, als wij een jeugdproduct kunnen afleveren, dat het onze taak is. Okay. En daarom kijken wij eventueel naar goede trainers, een goede organisatie binnen de jeugd. En dat alles vlot verloopt. Niet gemakkelijk soms. Een nieuwe speler, hier wil aan de slag gaan. Moeten ze eerst de test doen of ze kunnen zonder test hier binnenkomen? Kijk, het zit voornamelijk zo. Wanneer zich een jeugdproductje aanbiedt, dat het kind een paar keer de kans krijgt om zich in te werken, in te werken. En als het goesting heeft om verder te voetballen, dan kijken we voor een definitieve aansluiting. En is het welkom. Oké, heel goed. En met trainers, moeten ze diploma hebben of zonder diploma's kunnen ze ook hier starten als trainer? Kijk, het zit nu zo, de hoofdzaak is niet dat de trainers over een diploma beschikken wanneer ze aankomen, maar ik hoef je nu te zeggen, kijk, dat er hier al heel veel trainers de eerste stappen zetten om de eerste diploma's te behalen. Er zijn er ondertussen al binnen, diploma's en cursussen volgen om aan een trainers, werkelijk trainerschap te geraken. En betalen jullie zelf voor die cursussen of ze moeten ze betalen voor die cursussen? Nee, wanneer ze een volwaardig diploma afleveren, wordt dat door de club terugbetaald. Oké. Welk niveau zit er in de jeugdafdaling hier? Is dat gewestelijke niveau, IP-niveau, provinciaal niveau? Dat is gewestelijk niveau. Oké. Voor alle leeftijden, voor alle categorieën? Ja. Oké. En dus jouw doelstelling is later om in provinciaal niveau te geraken? Ja, maar uiteraard, kijk, wanneer het product doorstroomt, mm-hmm. en wij zijn daar nu momenteel aan toe, dat er 4 à 5 jeugdproducten beginnen aan te stellen of aan te komen en die knokken voor de plaats in de eerste ploeg. Yeah. Waarom niet? Daar zijn we zeer fier op. Oké, okay, heel goed. Is er een goede doorstroom van jeugdaftalen naar Akke? Ja. Ik moet u zeggen, verleden jaar zijn er 3 à 4 jeugdproducten van Staatsgeheim doorgestroomd en met goede resultaten zelfs naar het eerste helftal. Dus die mannen zitten of hangen nog steeds aan de eerste ploeg. Oké. Okay. Zelfs op zeer jeugdige leeftijd, want kijk, zelfs 17-jarigen krijgen de kans in het eerste helftal. Oké, okay, dus motiveert door de jeugd als ja, zijn. Inderdaad. Hebben jullie ook een vrouwenploeg of meisjesploeg hier in Staatsgeheim? Tot aan een bepaalde leeftijd doen er hier meisjes mee met de jongens. Ja, dus tot waar we mogen, tot waar de leeftijd strekt, kunnen de meisjes gerust hun match komen meespelen hier met de ploeg waar ze ingeschreven zijn. Dus maar aparte ploeg hebben jullie niet? Nee. Okay. Nee. Wij beschikken wel over een G-ploeg, de specials. Mm-hmm. Die dus in eerste klasse spelen, laten we zeggen. Ah, ja. En zowat de oudste G-ploeg van België mm-hmm. is. En we zijn heel fier. Bepaalde mensen, waaronder de doelman van de G-ploeg, is de nationale doelman van België. Ah, ja, okay. Is verleden jaar en heeft de finale gespeeld in Abu Dhabi. Werken jullie samen met de andere ploeg? Zijn er... goede samenwerking tussen een ander? Ja, ik ga je zeggen, wat er eerder
niet was, is gekomen. Dus wij leven op zeer goede voet met KRC Harelbeke. Ja. Hebben wij nu in de voorbereiding met de eerste ploeg 2 wedstrijden meegespeeld. Mm-hmm. En dat verloopt zeer vlot. Ja. Dat verloopt zeer vlot. Laat ons zeggen, er is een vriendschapsband. Oké. Okay. Dus het is zo dat de spelers misschien dat ze daar een niveau niet halen. Komen ze terug naar Stassen met jongen die hier iets niveau... Het is al gebeurd dat er een jeugdproduct ja. naar KRC Harelbeke is gegaan. Ja. Dat het daar niet lukt. Mm-hmm. Die jongens komen terug. Ja. Waarom niet? Ja, oké. Okay. Dus sowieso jullie aanbieden en geven de kans aan de jongens ja. en doorgeven. Ja, inderdaad. Oké, okay, heel goed. Nog een laatste vraag. Nu zullen mensen gaan kijken en ze zullen denken, ja... We zouden graag toch in staat zijn komen voetballen, of trainers die zo graag hier komen trainen te zien. Hebben jullie een speciale website dat ze kunnen bezoeken, of hebben jullie, of kunnen jullie gsm-nummer doorgeven of iets anders, of e-mailadres dat ze kunnen contacteren met jullie? Ja, op de kick-off staat het nummer van de voorzitter. Dus ja. Wanneer men kijkt onder KOG Staatsgeheim, dan zal men mijn telefoonnummer vinden, ook dat van de jeugdcoördinator. Ja. Dat is een vrouwelijke jeugdcoördinator waar we zeer tevreden van zijn momenteel. Ja. En dat loopt vlot. Iedereen kan zich aanmelden en er is tot hiertoe, ja. bij mijn weten, nog niemand geweigerd geweest. Oké, okay, heel goed. Ja. Zelfs wanneer men... Ik zeg altijd, kijk, een kind is een kind. Wanneer een kind wilt voetballen, ja. laat het zijn gang gaan. Komt het goed? Het komt goed. Komt het niet goed? Dan is dat ja, minder voor het kind zelf. Maar het heeft toch geprobeerd, het heeft zijn kansen en het leert iets bij. Het leert iets bij. En hebben wij al iets afgeleverd hier in Kortrijk, in Staatsegem, pardon? Ja, wij hebben iets afgeleverd. Namelijk Christophe Dane, ja. KV Kortrijkman, heeft in Staatsegem gespeeld. Oké, okay, dus iemand dat jullie kunnen zeker trots zijn. Wij zijn daar trots op, ja, dat te mogen... De laatste jaren is een van de beste spelers ja. in de eerste klasse. Ja. Wij zijn daar zeer trots op. Ja. Dus als men erin slaagt, ja. als gewone vierde provinciale ploeg, iemand af te leveren die naar grote, hogere regionen kan, ja. waarom niet? Ja. Wij hebben dan alle redenen om fier te zijn. Zeker. Nogmaals, bedankt voor een mooie interview. Ik ben Beushaar Dimitri, trainer bij de U10 in Staatsegem. Ik ben de Lombard de Jan, ik ben delegé van de U10 Staatsegem. Ik ben Osman, ik ben de keeper van Staatsegem. Ik ben Matthias Pot, keeper bij Staatsegem. Ik ben Devin Beushaar, keeper. Ik ben Manu van de Heense, spits van Kostaatsegem. Ik ben Senne en ik ben linkse vleugel in Staatsegem. Ik ben Zakariaans en ik ben verdediger in Staatsegem. Ik ben Elia en ik speel bij Staatsegem en mijn spits is midden-midden. Ik ben Flynn en ik speel bij Staatsegem en ik speel rechtervleugel. Ik ben Milan, ik speel bij Staatsegem en ik ben linksvoor. Ik ben Louis, ik speel in Staatsegem en ben spits. Probeer het, Louis! Manu! 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 Manu!
Familiar faces, worn out places, worn out faces.